Zanger Rob Kemps zal in september samen met een andere artiest een nieuw televisieprogramma opnemen over muziek. Dit onthulde de snollebollekeszanger dinsdag in het televisieprogramma Opium van de NPO. Hij wilde niet bekendmaken wie de collega is, maar hij vertelde aan presentator Cornold Maas dat iedereen hem absoluut kent. Het programma zal deels plaatsvinden in een studio en deels in een documentaire-achtige setting, aldus Kemps. We zullen naar het Westen reizen, voegde de zanger eraan toe. Het aantal afleveringen van het nieuwe programma is nog niet bepaald, dat hangt af van hoe leuk het is. Op dit moment heeft de zanger nog een contract bij SBS. SBS was tot nu toe niet bereikbaar voor commentaar. Kemps werkte eerder samen met Matthijs van Nieuwkerk aan het programma Chansons, maar na de publicatie in de Volkskrant over het wangedrag van de presentator achter de schermen van zijn programma DWDD, kreeg dit programma geen nieuw seizoen. Kemps presenteerde ook Ik hou van Holland, maar dit was een eenmalige klus. Het is gegaan zoals het is gegaan, en dan moet je wachten tot er weer iets nieuws langskomt, aldus de zanger in Opium.